PSV toch weer een klein stukje terug. Komt dan bij Jedy Schouten terecht, die alsnog naar voren toe kan. En is het PSV dat rond kan spelen. Daar een van de Feyenoorders is geblesseerd op de grond. Dus wordt er gevraagd om een blessurebehandeling. Het spel gaat volgens nog wel gewoon door hoor, met PSV. Met Bakayoko die de paas geeft aan Lang. En die stort nog ook. 1-0 PSV. Feyenoord beklaagt zich. Met een blessure in de middencirkel. Maar PSV speelt door. En Bakayoko vindt Noah Lang vrij voor Timon Wennenreuter. Die met links in de korte hoek een binnenschiet. Als Lopez er nu vandoor kan, moet dan de voorzet gaan geven. Daar komt hij dan ook bij Nieuwkoop misschien. Nou, misschien nog een kans. Bijna een eigen goal van PSV. Geertruida met een kans. Wil naar zijn rechter. Geertruida, schot geblokt. Feyenoord wil een penalty. Hensbal zeggen ze. Geen strafschop, zegt Manschot. Gaat het spel door. Met nu misschien een kans voor Zegial. Die gaat er voorbij. Hey, penalty. Gaat hij weer? Ja, ik wou dat zeggen. Dit is toch gewoon een penalty voor Feyenoord. Als Zegial daar naar de grond wordt gewerkt. Hij na een goede slalom. Gaat hij daar een aantal spelers voorbij. De 16 in, over een been. En dan zegt Manschot, na heel lang wachten, penalty voor Feyenoord. Santiago Jiménez in de wedstrijd om de Cruijffschaal. Om Feyenoord weer op gelijke hoogte te schieten. Want hij staat gewoon in strafschop. Jiménez neemt zijn aanloop en scoort. Ja. Onberispelijk. Ja. Onberispelijk en hard. Het is weer gelijk. Het is 1-1. De bal gaat naar Wellenreuter. Die hem diep speelt. Lopez raakt hem nog aan. Dat is goed gedaan. Zo komt hij bij Jiménez. En die is er langs. Santiago Jiménez is er langs. Legt de bal af. Oh, Nieuwkoop! Wat een goal! Oh, wat een 2-1 voor Feyenoord! Wat een goal! Heerlijk! Oh, wat mooi voorwerk. De diepe bal op Lopez. Die krijgt hem al goed bij Jiménez. Maar die weet langs de tegenstander te gaan. En geeft hem dan laag voor. Waar Nieuwkoop de bal diagonaal en laag achter Benitez speelt. Wat een goal van Feyenoord. Het is 2-1 voor de Rotterdammers. Wat een heerlijke aanval van Feyenoord is dit, zeg. En Jiménez leek even vastgehouden te worden. Ik dacht, ik ben benieuwd wat hier nog uit voort gaat komen. Maar blijft goed op de been. Geeft dan de bal precies op maat aan Bart Nieuwkoop. Maar het begint van achteruit bij Feyenoord. Hè. Heel snel naar voren. Dan is het daar handig gedaan door Jiménez. Die daar twee man van PSV weet te passeren. Blijft sterk op de been. Geeft hem precies op maat. En Nieuwkoop is goed meegelopen. En schuift hem achter Benitez. Feyenoord op een 2-1 voorsprong. Deze aan de bal. Al naar Tilman. Terug weer naar Teze. Veel PSV'ers op de helft van Feyenoord. Veerman met een gevoelig balletje. Tilman geeft voor. Die komt de goal. Luc de Jong. PSV speelt het uit. En al heel vroeg in deze tweede helft. Na 2,5 minuut spelen is het weer gelijk. Intikkertje van Luc de Jong. Maar wat speelt PSV dit knap uit. Attentie voor het voorwerk van Joey Veerman. Die de steekbal het 16 meter gebied ingeeft. Wel wordt voorgetrokken. De Jong staat helemaal vrij. Die gaat het nodige mis ook bij Feyenoord. Al moet je ook gewoon zeggen dat PSV dit knap uitspeelt. De Jong speelt hem tegen Geertruida aan. Die trapt hem weg. PSV brengt hem weer in. Zegio kopt. Oh, Paixão. Meteen met de paas naar Jiménez. Die moet Feyenoord weer een voorsprong schieten. Jiménez. Jiménez gaat liggen. Is dit een strafschop? Ja! Benitez vloert Jiménez die hem omspeelt. Kijkt nu als de vermoorde onschuld van maar ik doe niets. Krijgt geel van Manschot. We krijgen weer een strafschop. Jiménez op de 16 meter lijn. Manschot met de fluiter, Jiménez met de aanloop. Oog en oog met de keeper en hij schuift hem binnen. En Feyenoord komt weer op voorsprong. Het is Santiago Jiménez die een doelpunt maakt voor de Rotterdammers. Zijn tweede van deze middag. En Feyenoord weer op voorsprong in Eindhoven. Na de strafschop van Jiménez. 2-3. Hoge bal aan de rechterkant. Bakayoko neemt de bal fraai aan. Met Lopez voor zich. Beetje showtje. Geeft hem voor. Wennenreuter bokst hem weg. Feyenoord krijgt de bal niet weg. De goal is daar. Feyenoord krijgt de bal niet weg. En uitgerekend Guus Stil. Net ingevallen. Krijgt hem al voor zijn voeten. Ik vind wel als de bal zo aangenomen wordt door Bakayoko. En Lopez staat er als een oud wijf bij. Die mag best wel wat meer doen ook daar om die voorzet te voorkomen hoor. Kom op. De vrije trap is voor de Rotterdammers. Stengs gooit één hand de lucht in. Net waren het er twee. Nu zit er één. Maar zo Paixão achter de bal staat. De spelers van Feyenoord staan klaar om in te lopen. Want de scheidsrechtersfluit heeft al geklonken. Stengs met de korte bal aan de linkerkant. Nou, Hansko staat er helemaal vrij. Geeft hem voor. Daar kan hij ingelopen worden. Ubede legt hem terug. Kans! Goal! Ja! Ja!
Milambo net in de ploeg bij Feyenoord en krijgt de bal dan terug van Ueda. En van dichtbij zegt hij, hoppa, 3-4 voor Feyenoord. Deze, Feyenoord moet achteruit, Feyenoord moet oppassen. Als de paas gegeven wordt, komt wel een Rutte er ook uit, houdt al in. De scheidsrechter wil naar de stip wijzen, hij wijst naar de stip. En Til gaat liggen, hij juicht alsof hij net wereldkampioen is geworden. Luc de Jong neemt zijn aanloop in minuut 80. Ja. En hij scoort. Weer gelijk in Eindhoven. 4-4. Luc de Jong schiet de bal links van Wellenreuter vanuit zijn oogpunt bekeken. Wellenreuter duikt naar rechts. Is dan dus kansloos. Luc de Jong de bal binnenkantje plaatst. Wel hard. Het zit erop. 90 minuten en 7 minuten en 40 seconden blessuretijd. En een heerlijk doelpuntenfestijn levert geen winnaar op. 4-4. We gaan ons klaarmaken zo direct na achten voor strafschoppen. We gaan beginnen aan de strafschoppenserie. Stel voor Den, dat jij de strafschoppen van PSV doet. Kan jij lekker zeggen hoe Wellenreuter deze eerste al meteen gaat pakken. Oh, is dat oké. Wellenreuter staat op de doellijn. Ik pak er nog even die statistieken erbij. Ja, dat viel volgens mij wel mee van Wellenreuter. Had er 2 gepakt, zie ik hier even heel snel staan. 34 niet. Dit wordt nummer 3. En als die nu daarop wordt genomen, en die gaat erin. De eerste goal van PSV wordt uiteindelijk binnengeschoten. Gescoord vanaf 11 meter. Is het PSV dat dus op een 1-0 voorsprong is gekomen. Ja, die benutte strafschop. De hectiek met het apparaat is even ontgaan. Wie hem nam? Pepi. Pepi, inderdaad. Pepi maakt hem. Namens Feyenoord. Is het Lutz en die gaat trappen. Geertruida meldt zich voor de eerste strafschop. Eerste strafschop van Feyenoord. Gaat hij er ook in? Geertruida? Hoppa. Ja hoor. Prima ook. Schiet hem links vanuit zijn eigen oogpunt bezien. En stuurt Benitez de andere hoek in. 1-1. Penalty 2 van PSV. Johan Bakayoko. Degene die hem gaat nemen. Wellenreuter op de doellijn. Dat de spelers van beide ploegen gearmd langs het veld staan. De spelers die nog speelden in de middencirkel. Bakayoko met de aanloop. Als Manschot heeft gefloten. Het is Bakayoko of Wellenreuter. Bakayoko, Wellenreuter pakt hem. Hij tikt hem over. Wat een heerlijke reflex van die keeper zeg. Hij gaat naar zijn rechterhoek. Zet die linkerhand er tegenaan. En ziet de bal omhoog gaan en denkt hij valt toch wel over het latje heen. Hè? Jouwe Timon, hij valt over het latje heen. Feyenoord stopt een strafschop van PSV. En het is Ueda die Feyenoord op voorsprong moet gaan zetten. Ueda legt de bal neer. Blaast uit. Benitez probeert hem af te leiden. De keeper van PSV. Ueda meet zijn passen uit. En gaat beginnen. Aan zijn aanloop schiet hij Feyenoord op voorsprong. Ueda. Hoppa. Ja. 2-1 voor Feyenoord in de serie. Feyenoord staat voor. Terwijl Guus Til de bal op de stip heeft gelegd. Gaat Wellenreuter op de lijn staan. Klapt nog eens in zijn handen. Weet dat hij er alleen heeft gestopt. Als Til zijn aanloop heeft genomen. Hij zal zijn revanche willen pakken, Wellenreuter. Hij gaat naar de hoek en Til schiet hem over. Hij schiet hem over. Mocht u Rijnmond luisteren en in de buurt van Helmond rijden, er komt zo meteen een bal die kant op. Want Til schiet hem huizenhoog over. En Feyenoord kan dus op 3-1 gaan komen. Als Hansko richting de stip loopt. David Hansko neemt zijn aanloop. Hoppa. En scoort ijzig kalm, laag. Benitez is de andere hoek ingestuurd. Dit is de Hansko zoals we hem kennen vanaf 11 meter. Dit is de Hansko zoals ze hem in Tsjechië kennen van zijn tijd bij Sparta Praag. Want daar boogt hij zich ook altijd over. Dit soort momenten, of regelmatig in ieder geval. Melk Tilman, die na een jaar huur van Bayern München ook werd overgenomen van diezelfde club door PSV. En het is nu de Amerikaan tegenover de Duitse Timo Wellenreuter. Kan Wellenreuter het hier in zijn eentje al beslissen als de fluit heeft geklonken en Tilman zijn aanloop neemt. Hij schiet hem in. Hij schiet hem heel koeltjes in hoor. Hij blijft heel lang kijken. Wellenreuter naar de verkeerde kant. De linkerhoek van de keeper. En Tilman schuift hem dus in de tegenovergestelde richting. 3-2. Luka Ivanušec. Gaat hij het dan doen voor Feyenoord? En de Rotterdammers meteen aan een prijsje helpen. Aan het begin van het era Brian Priske. Het woord is aan Luka Ivanušec. Yes! En hij scoort! Yes! Hij scoort! Feyenoord wint
Na een strafschoppenserie, na een heerlijke voetbalavond in Eindhoven waarin het 4-4 werd, wordt Timon Wellenreuter gefeliciteerd en gefeteerd. En ook Ivan Ouzets. Inmiddels komt de hele meute bij elkaar. Viert Feyenoordfeest in Eindhoven in het Philipsstadion. En laat dit een voorproefje zijn voor dit seizoen op heel veel moois onder leiding van Priske. Heel veel gejuich van de Feyenoorders.